En welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is maandag vandaag, dus dat betekent dat we nog 4 dagen hebben hier op het eiland. En dan gaan we terug naar huis. Het is vandaag momenteel een beetje bewolkt. Maar ik hoop dat dat nog opentrekt. En het is sowieso al niet koud, dus hang niet uit. En Bojan heeft gewoon kleur. Hij is gebruind dit jaar, zonder te verbranden. Goedemiddag, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb gisteren helemaal niks meer gefilmd, omdat Bojan en ik gigantisch verbrand zijn. Gelukkig ziet je het niet echt op camera. Maar het was gisteren heel regenachtig, het was heel bewolkt. We hebben geen sprietzon gezien, dus we dachten, oh, we moeten ons niet insmeren. Ja, terrara, geraar. Het is gelukkig voor ons opnieuw heel regenachtig vandaag. Dus ik ben juist terug van de fitness, by the way. Bojan heeft ondertussen 2 bedjes gevonden onder zo'n grote witte tent. Dat we zeker niet kunnen verbranden, want dat we zeker niet in de zon kunnen zitten, ook al is er geen zon. En zoals we gezien hebben op de gsm, is dit voor de hele dag. Nee, het is niet erg, want onze huid moet recupereren. Gezellig onder de paraplu. Paraplu. Goedenavond, het is ondertussen al 7 uur. Wij zijn aan het dineren. Het regent vandaag echt heel de tijd. Nu, het is niet erg, want zoals ik al verteld had, zijn we heel verbrand. En het is ook wel gezellig ergens. We hebben een paraplu, dus... En ik heb sushi vandaag. This is the real food, not that over there. Bojan heeft een pina colada. Het lijkt meer als een milkshake, maar... Show them what you want. En ik heb een kava genomen. Bojan is met uitlachen. Hier komt zelfs weer iets van een show, hopen we. En anders gaan we gewoon naar de kamer. De show was echt niks. Het was gewoon iemand die een beetje saxofoon begon te spelen. Dus ja, niks voor ons natuurlijk. Wij zijn dan maar naar de kamer gekomen en we gaan nu een filmpje zoeken. We gaan nog een beetje chillen en dan gaan wij slapen. Unspoken, crying on my pretty eyes. We'll find a silver sky. You'll never, 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 ever be lost again. You are falling shadows with my hand. Oh, wherever you're going, you'll never be lonely. 'Cause I'm gonna shine a light. Thank you.
even dat wij zwemmen. Goedemorgen, ik zit weer onder de palmboom. En ik heb eentje die blij is. Oh, je ziet hem niet. Daar. Ja, happy, hè, baby? Of course, I'm happy. Wij zijn deze morgen wakker geworden en hij heeft een berichtje gekregen dat er iemand zich gekwetst heeft in de nationale ploeg. Dus dat hij in de plaats mag gaan. Maar dat betekent wel, we hadden geboekt om naar Bosnië te gaan, om naar zijn ouders te gaan. Hij zou de 4e al vertrekken. En ik zou nog een weekje langer bij Buddy blijven, omdat ja, het is nog een puppy. En die, ja, zo een hele maand van ons verwijderd zijn, dat is ook natuurlijk niet goed. Dus ik zou een weekje later gaan en ik zou de 11e gaan. Maar nu moet hij, wij komen de 1e terug, 's morgens. Dan moet hij zijn valies pakken en zich klaarmaken, want de volgende ochtend, de 2e, moet hij 's morgens vliegen naar de nationale ploeg. Dus wij zijn nu bezig met de vliegtickets te cancelen. En dus, wij zijn hier de laatste dag. Het is de laatste dag hier in de Dominicaanse Republiek. Deze morgen, terwijl het... Ja, we waren aan het ontbijten en het regende gigantisch, maar gigantisch hard. Nu is het opgeklaard. We zien toch al wat stukjes blauwe lucht. Dus dat zal wel goed komen. Want ik hoop dat ik nog voor de laatste dag... Ik ben helemaal niet meer rood. Nergens meer. Dus ik hoop dat ik nog een laatste kleurtje kan nemen op de laatste dag. Dit is, by the way, het strand waar we nu op liggen. Daar ergens ligt Bojan. Ik zie hem niet te goed. Maar hier was dus gisteren die haai aan het zwemmen. Blijkt dat dat wel een babyhaai was. En normaal gezien doen die niks. Maar toch, iedereen moest uit het water. Dus ze waren er toch niet helemaal gerust in. Kijk hoe blauw de zee is. Hoe blauw kan een zee zijn? En het water is ook echt niet koud. We liggen zo onder zo'n tentje. Want we vrezen dat het zo dadelijk gaat regenen, dus dan zitten wij veilig onder die tent. Look from where are the glass. Bojan is er juist achter gekomen. Ik weet niet of je het ziet. Maar deze glazen in de Dominicaanse Republiek komen van België. Roltex Belgium. Wij zijn aan het genieten van onze laatste uurtjes in de zon. Er is wel niet zo heel veel meer zon. Ah, bon. We zitten weer onder zo'n tentje. Bojan is Candy Crush aan het spelen. Zijn gsm is al dood en hij is dus nu mede aan het... Wij hebben net onze papieren in orde gemaakt om morgen te kunnen uitchecken. Wij hebben onze valies al gemaakt. Jammer genoeg, zet het erop. Say to them I'm buying 60. Ticket voor de plane in de 3-4 days. Normaal gezien hadden we onze tickets toch al, dat had ik al verteld, hè, voor naar Bosnië te gaan naar zijn ouders.
Maar we hebben dat zitten proberen te cancelen en te verzetten. En dat is allemaal niet mogelijk. Dus we zijn opnieuw tickets aan het boeken. Toppie. And now we are going to eat. All in my life. Oh. Kijk hoe mooi de lucht is. Goedenavond. Wij zijn terug op de kamer. Wij gaan ons klaarmaken om te slapen. Om klaar te zijn morgen voor onze reis. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en bedankt om te kijken. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!